Er is veel werk aan de winkel in Mungo, zegt districtscommissaris Olivia Domini van Marowijne Zuidwest. Zo moeten onder andere de trensen in haar bestuursresort worden opgehaald, omdat bij de geringste regenval de helft van Mungo onder water loopt. Ook de weg naar Rikano-Moffo, die nu wordt geasfalteerd, liep eerder onder water. Dat komt door het feit dat de trensen, de kanalen, niet op tijd opgehaald worden. Ze worden niet onderhouden. Dat zijn allemaal zaken die dringende aanpak nodig hebben. Ik heb begrepen van de directeur van Tjongalanga dat de weg zodanig hoog komt te staan dat het niet meer onder water zal gaan lopen, wat wel het feit was. Domini zegt ook dat haar districtscommissariaat burgerparticipatie stimuleert. De problemen in het bestuursresort zullen niet verholpen worden met klagen. Daarom zegt de DC te proberen vaker in contact te zijn met de mensen, zodat ze ook doen aan zelfonderhoud. We hebben appgroepen waarin je verschillende boodschappen verspreiden. Want kijk, we kunnen 100 zeggen, we kunnen blijven klagen dat de trensen, de goten, de kanalen opgehaald moeten worden. Maar de gemeenschap moet ook een stukje verantwoordelijkheid hebben dat nadat men deze kanalen opgehaald heeft, dat men niet gaat gooien met petflessen en plastic zakken, wat de zaak nog erger maakt. Dus de gemeenschap moet zelf daarvoor zorgen. Ze moeten hun medewerking verlenen, dat de kanalen schoon blijven. Want met de flessen en de zakken, al dat vuil in de kanalen maakt ook dat de kanalen verstopt raken. De trensen, de goten, dat ze dan verstopt raken. En als de gemeenschap ermee ophoudt om vuil te deponeren in die trensen, die goten, die kanalen, dan denk ik wel dat we een stukje verder zullen komen wat de onderhoud betreft. Districtscommissaris Olivia Domini van Marowijne Zuidwest. Ze benadrukt dat na de grote schoonmaak van het ministerie van Openbare Werken de buurtbewoners door zelfonderhoud kunnen voorkomen dat hun omgeving niet onder water loopt.